Vandaag zijn we te gast bij DS Store Kortrijk. DS is het premium merk of het premium segment van het PSA-gamma. Vandaag stellen we jullie dan ook in wereldpremière, avant-première, enkel in België momenteel te zien, de DS9 voor. De DS9 is een wagen die zich in het segment zal bevinden van onder andere BMW 5-reeks, Audi A6, Mercedes E-klasse. Het is een wagen die een afmeting heeft van ongeveer 4,90 meter. Maar voor verdere uitleg hieromtrent en afwerkingen zal mijn collega Rebecca hier zo dadelijk op terugkomen. Ik wil het zoals gewoonlijk toch eventjes hebben over de fiscaliteit van de wagen. In tegenstelling tot onze andere modellen binnen het gamma Peugeot, Citroën, DS en Opel, zal de DS9 enkel te verkrijgen zijn met een hybride motor. Dus wat wil zeggen, een verbrandingsmotor in benzine en een elektromotor. Dit zorgt ervoor dat de wagen een uiterst lage CO2-uitstoot zal hebben. Jawel, een uitstoot van 40 gram en minder, wat resulteert in een fiscale aftrekbaarheid van 100%. In dit gamma is dit zeer belangrijk. Waarom is dit zeer belangrijk? Enerzijds voor het voordeel alle aard van de user-chooser of de persoon die ermee zal rijden. Dit zorgt voor een zeer aantrekkelijk voordeel alle aard. We mogen niet vergeten dat we hier toch al in de iets hogere prijsklasse zitten. Weliswaar nog altijd zeer competitief ten opzichte van de premiums. Maar door de zeer aantrekkelijke uitstoot zal de wagen dus een zeer laag voordeel alle aard hebben. Vervolgens zorgt dit ook voor een fiscale aftrekbaarheid die zeer interessant is, bedrijfsgericht. Dus zoals eerder vermeld zal de wagen 100% aftrekbaar zijn, zal de brandstof, benzine in dit geval, ook 100% aftrekbaar zijn. Dit is een zeer belangrijk issue waar ik nogmaals op wil terugkomen, die in dergelijke klasse wagens het verschil zal maken ten opzichte van heel wat collega's. Dan laat ik nu het woord over aan Rebecca. Typisch voor DS uiteraard is de uitgesproken Franse luxe. Zoals iedereen wel weet, zijn verschillende gerenommeerde Franse merken ook in de modewereld zeer bekend. Dus DS gebruikt hier ook uitsluitend topkwaliteit, exclusieve materialen. Daarvoor ga ik toch even naar het interieur van deze prachtige wagen verwijzen. Uiteraard in DS9 gaan we opnieuw enkel topkwaliteit materialen gaan zien. Het leder bijvoorbeeld, Nappa leder, staat alom gekend om de allerbeste ledersoort die kan gebruikt worden in de automobiel. Het plafond, zoals u ziet, helemaal compleet bekleed in Alcantara. Dan ook al de verschillende details in de knoppen ter bediening van de functies. Swarovski-stenen worden gebruikt, de BRM-klok vindt u terug. Niet alleen wordt DS gekenmerkt door luxueuze afwerking en een uitmuntend comfort, maar ook door zijn heel moderne, vooruitstrevende technologieën. Kijken we dan eerst en vooral naar het centrale aanraakscherm, 12 inch, met een formidabel mooie resolutie, heel gebruiksvriendelijk. Ten einde de veiligheid voor de bestuurder en de passagiers toch ten allen tijde te vrijwaren, uiteraard kan men ook gebruik maken van de spraaktechnologie, waarmee men zowel de navigatie, de verwarming, de radio, zijn telefoon, quasi alles kan bedienen tijdens het rijden zonder te moeten zijn ogen van de weg houden. Dan kan men zijn auto ook uitrusten met het formidabele Focal Electra systeem. Een geluidsinstallatie met 14 luidsprekers met ook een uiterst zuivere muziekklank. Ten laatste, heel belangrijk, want dat is trouwens ook een exclusiviteit van DS. Iedereen die DS een klein beetje kent, weet dat die auto ook heel gekend staat voor het rijcomfort. De suspensie, dus de vering. Die auto is voorzien met een Active Scan Suspension systeem, waarbij de veringen continu anticiperen op elke oneffenheid in het wegdek. Dan gaan we nu een kijkje nemen achterin in de passagiersruimte. Voilà.
Zoals u kunt zien is er een extreem comfortabele ruimte voorzien voor de passagiers achterin. De zetels zijn trouwens ook voorzien van verwarming, koeling, massage, het totaalpakket. Met een heel comfortabele, functionele, prachtige middenconsole. De ruimte vinden we trouwens ook terug in de koffer. We gaan even een kijkje nemen in de koffer. Het volume van de koffer is wel geteld 510 liter. Dat is extreem veel voor een dergelijke wagen. Want als ik denk aan bepaalde andere merken, die Steve daarnet al vernoemde, zijn er een heel aantal die maar om en bij de 300 liter koffervolume hebben. De DS9 heeft er 510. DS is trouwens het enige merk dat ook hybride en elektrische voertuigen kan maken zonder enig verlies van ruimte, nog in de koffer, nog in de binnenruimte of in de ruimte voor de passagiers, wat toch ook niet onbelangrijk is. Nog een prachtig staaltje van de hoge moderne technologie van DS zijn de DS Active LED Vision koplampen. Dus die bestaan uit 3 aparte LED-elementen. Ik zal het even voor u demonstreren. Voilà. Zodra de auto ontgrendeld of vergrendeld wordt, schieten deze zo in actie. Het is een magnifiek spektakel om te beginnen. Maar het is uiteraard niet enkel een gadget. Het heeft ook een zeer grote meerwaarde tijdens het rijden in bijvoorbeeld minder verlichte wegen. Die draaien uiteraard in elke bocht mee. En bovendien gaat de wijdte van de lichtstraal zich gaan aanpassen aan de snelheid waarop u rijdt. Voilà, wij hopen dat u genoten hebt van de presentatie van de prachtige DS9. Voor meer info, laat zeker Nina om contact met ons op te nemen, ofwel telefonisch of via social media. Of indien u een bezoekje wenst aan onze DS-store, altijd welkom. In de huidige tijden misschien liefst op afspraak. En heel binnenkort zullen wij over een demo-model beschikken waarmee het zal mogelijk zijn om ook een proefrit te maken. Tot gauw!